de noodregeling die ziet op loonkosten. Die is in maart begonnen na de sluiting van het luchtruim. Die liep oorspronkelijk tot 12 juni en dan kregen mensen tot 80% van hun loon vergoed als ze werkloos waren geworden vanwege corona. Nou, die regeling is nu verlengd met 4 maanden tot 12 oktober. En op dit moment keert SZW voor 4700 mensen een loonsubsidie uit. Dus afgezet tegen de beroepsbevolking op Caribisch Nederland is dat een groot deel. Is er sprake van om langer te gaan met deze noodregeling? Daar wordt al wel over nagedacht, want hij loopt natuurlijk af op 12 oktober en het is de vraag wat dan de situatie is. Niemand heeft een glazen bol, maar dat het dan nog niet normaal zal zijn, daar gaan we eigenlijk wel van uit. In Nederland wordt er op het niveau van de regering over gesproken van wat gaan we doen in die periode. En wij hebben gezegd, tot nu toe lopen we steeds mee in wat er voor Nederland is bedacht en dan maken we maatwerk voor Caribisch Nederland. En dat willen we nu ook doen. Op het moment dat er in Nederland afgeschaald kan worden, omdat daar de economie bijvoorbeeld alweer herstelt en het is hier nog niet het geval, dan moeten we met elkaar in gesprek of we een apart iets voor Caribisch Nederland gaan doen. Maar op dit moment zitten wij gewoon in de discussie die in Nederland wordt gevoerd. Is er controle voor de mensen die deze noodregeling krijgen? Want de grenzen zijn open, sommige hotels zijn weer open, er zijn toeristen binnengekomen. Hoe doen jullie dit? Het is zo dat de aanvrager wijzigingen moet doorgeven. Wij kunnen dat niet op heel erg detailniveau controleren. Maar tegelijkertijd zien we natuurlijk ook wat er gebeurt. Dat zeggen we ook steeds tegen Nederland, waar heel erg gehamerd wordt op controles en de ICT in de systemen. Dat wij zeggen, dit zijn kleine eilanden. Wij weten wie open is en wie niet. Dat zal bij jou ook zo zijn. Je gaat ergens uit eten, je komt op alle plekken. Ik kan zo de restaurants opnoemen hier op Playa die open zijn. Dus op het moment dat die alle mensen in de regeling hebben zitten voor 100%, dan weet ik al dat dat niet kan. Dus de omstandigheden hier om daar verkeerd mee om te gaan, die zijn wel lastig hoor. Dus wij zien veel. We vragen ook aan de mensen van de arbeidsinspectie als we denken, hoe zit dat? Van ga eens praten daar hoe het zit. Maar ik merk ook bij de regeling voor economische zaken, daar kom ik zo nog wel even op, eigenlijk zien we heel weinig tekenen dat het misgaat. Wat we zien is dat er heel veel nood is en dat mensen daar terecht bij geholpen worden. En tot nu toe hebben wij niet het signaal en we zijn niet gek dat er op grote schaal misbruik van wordt gemaakt. Het zal gebeuren, kun je nooit voorkomen, maar ik heb daar geen slecht gevoel.